De gemeente heeft vorig jaar een onderzoek laten doen door bureau ESI over de calamiteiten die eventueel plaats kunnen vinden en de capaciteit van het plein. En een van de uitgangspunten van dat rapport was dat we bredere vluchtwegen moesten creëren. En dat hebben we gedaan door de sponsortent onder andere te laten vervallen en dat op een andere manier in te richten. En ook de doorstroming richting waar nu Kermans zit te vergroten. En dat hebben we kunnen doen door dat podium te laten vervallen. Ja, je begint zelf over calamiteiten. Er zijn natuurlijk in de wereld ernstige dingen gebeurd bij evenementen. Nou wil ik ons dorpsfeest niet vergelijken met Nice, Manchester, Londen en Parijs. Maar moeten jullie met dat soort dingen ook rekening houden? Ja, wij houden met dat soort dingen rekening. Barricaderen van publieke ruimte, et cetera. Daar is in de voorbereiding uitgebreid over gesproken met de instanties. En we hebben wat we moeten realiseren voor onze vergunning, hebben we gerealiseerd. Het lijkt me voor een organisator de worst nightmare als er iets gebeurt. Sta je daarbij stil? Ja, wij staan daar zeker bij stil, want in deze veranderende maatschappij kunnen we dat niet meer ontkennen. Dat is de realiteit van vandaag. Dus we moeten daar gewoon rekenschap mee houden. Maar wij gaan ervan uit dat het in de ronde niet gebeurt. Het is jouw debuut tijdens de meerpaaldagen, je eerste jaar als voorzitter. Hoe is het? Ik heb al in eerdere instanties al eens gezegd dat ik er eigenlijk een beetje ingeluist ben in positieve zin. Maar ik moet zeggen, het is een fantastische groep vrijwilligers waar we mee werken. En ik krijg er alleen maar energie van. Dus helemaal goed.